Het pijncentrum van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis bevindt zich op locatie ETZ Twee Steden. Je wordt hier naartoe verwezen als je last hebt van langer bestaande pijnklachten. Denk bijvoorbeeld aan uitstralende pijn vanuit je rug of nek, pijn bij kanker, gordelroos of langdurige pijn na een operatie. Het pijncentrum heeft een eigen behandelkamer en een rustruimte waar je na de behandeling kunt bijkomen. Mevrouw Bode. Tijdens je eerste afspraak op het pijncentrum bespreek je de pijnklachten met je behandelaar. Je wordt dus nog niet gelijk behandeld. De behandelaar vraagt je pijnklachten uit, wat er al aan de pijn gedaan is en welke medicatie je gebruikt. Ook nemen jullie samen de vragenlijst door die je thuis al hebt ingevuld. Je behandelaar besluit samen met jou welke behandelingen er mogelijk zijn. Dit kan een pijnbehandeling zijn, zoals een prik, ook wel wortelblokkade of epiduraal genoemd. Of een Qtenza-pleisterbehandeling. Bij sommige vormen van uitstralende pijn vanuit de rug wordt er gekozen voor neuromodulatie. Maar de behandelaar kan bijvoorbeeld ook medicijnen tegen de pijn voorschrijven. In sommige gevallen kan je pijn niet verder behandeld worden. Dan moet je ermee leren omgaan. Maar ook daar krijg je hulp bij. Wist je bijvoorbeeld dat een verandering in je dagelijkse leefstijl soms ook kan zorgen dat je minder pijn hebt en je je beter in je vel voelt? Ook daar kan de behandelaar je advies over geven. We werken namelijk goed samen met de afdelingen medische psychologie, fysiotherapie en revalidatiegeneeskunde. Het kan dus zijn dat je op een combinatiespreekuur wordt uitgenodigd. Je klachten en behandelmogelijkheden worden dan met meerdere specialisten tegelijk besproken. Zo werken we samen aan een serieuze, maar persoonlijke benadering van jouw pijnklachten en proberen we ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk met je klachten kan leren leven.